verbeterd hout die veel werk hier gezet hebben om te komen tot wat het nu is. Maar ik wil eigenlijk even met u teruggaan tot zo'n 2 jaar geleden. Want het lijkt zo makkelijk als we eenmaal hier staan en alles is er. Kun je meteen niet inzoomen? Ja, er van tevoren niet zoveel te zijn geweest. Ruim 2 jaar geleden werd ik ben aan het werk, meneer Gip. Ja, dat weet ik wel, jongen. Je bent mijn hobby bezig. Ja. En als je het niet bent, dan doe maar een klacht bij de gemeente in. Flauwe valsmoesjes voor jullie allemaal. Okay. Ja. Wij hebben plannen voor de Giro. Wil Bergendal, toen heet hij nog Groesbeek, wil Groesbeek meedoen? Ja, dat vraagt u dan aan mij. Ja. Wil Groesbeek meedoen? En kunnen jullie er dan ook een feestje van maken? Nou, als er ergens een feestje gewoond kan worden, is dat natuurlijk hier, maar ook in de gemeente. Dus het grote oude is natuurlijk, ja, slordig, dat gaan we doen. Maar dan volgt er een hele tour. Als manier plaatje. Ja, hele tour. Want iedereen wil je natuurlijk meekrijgen in deze mooie happening. En dat was eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. We hebben gelukkig een stichting Toerisme en Recreatie. Die altijd enthousiast is om uit te werken en samen met ons te maken. We hebben het RWT Kamp en we hebben heel veel enthousiaste ondernemers dat is, die ook meegedaan hebben. Ondanks dat het weekend van de 7e mei, waar toen de Giro hier doorkwam, al een druk weekend was vanwege hemelvaart, lukte het toch er een heel mooi feest van. 99 dagen voor die Big Start, dus 100 dagen voor onze eigen doorkomst van de Giro, was nog de kick-off. En ik zag meneer Rauw, Chris, wel te verstaan, daar ook staan. Die was erbij. Ja, dat zei je. Die was erbij samen met zijn dochter Ingrid. Toen we bij het gemeentehuis op 28 januari vorig jaar de kick-off hebben gedaan. Op 99 dagen op weg naar de doorkomst van de Giro, de Big Star. Ik kan me nog herinneren dat ons gemeentehuis toen helemaal roze kleurde. En kort daarna was het carnaval en je hebt nou eenmaal in een dorp ook prioriteiten. Dus toen moest de roze kleur eventjes weg en even plaatsmaken voor het rood, geel en groen van de carnaval. Om daarna weer snel roze te kleuren, zoals ook het Bevrijdingsmuseum toen roze kleurde. Ondertussen was de Stichting Toerisme en Recreatie ook bij ons geweest voor een Giro die Bergendalroute. En iedereen die hier rond heeft gekeken en de roze paaltjes heeft gezien, die heeft kunnen constateren dat hij er ook even is gekomen. Zo zijn wij ruim 1,5 jaar geleden op weg gegaan om te zorgen dat de Giro niet alleen maar een flits was die voorbij kwam in enkele seconden, maar vooral iets zou zijn wat ons als fietsgemeente ook op de kaart zou zetten. We hebben dus vooral geïnvesteerd in die zaken die een blijvende nalatenschap zouden zijn van de Giro. En dat er een feestje gebouwd zou worden, dat was een vanzelfsprekendheid. Ik wil graag de heer Marking, een van de initiatiefnemers van deze Giro, graag het woord geven. En ik dank u in ieder geval voor de komst. Ja, dames en heren, het is al gezegd, mijn naam is Jan Marking, gedeputeerde in de mooiste provincie van Nederland, zeg ik altijd. Met onder andere de gemeente Bergendal, ook als een hele mooie gemeente. Ik heb sport in mijn portefeuille. En dat is wel een heel mooi onderdeel van mijn portefeuille. En ik heb inderdaad, zoals Sylvia zegt, 2,5 jaar geleden heb ik de stoute schoen maar aangetrokken en gezegd van het zou wel heel mooi zijn dat we de Giro hier naartoe kunnen. Nou, dat zeg je makkelijker dan dat uitgevoerd wordt. Dat beseffen we ons ook. Dat was op het laatst was het al heel diep. Prima. Maar het resultaat was geweldig. Geweldig resultaat naar mensen toe, naar toeschouwers toe. Sportief geweldig resultaat. Geschiedenis heeft geschreven van de bergtrui van de Giro, de eerste bergtrui van die Giro op zijn naam schreef. En natuurlijk Tom Dumoulin, die ook de eerste 2-3 dagen ook in het roze heeft gefietst. Dus dat was sportief, was de succes. Maar wat niet zo mooi was dat het ook een enorm wat in beweging kwam. Ik had niet kunnen bevroeden, dames en heren, dat het in heel Gelderland ongeveer roze kleurde. Hier natuurlijk in Bergendal. Maar heel Gelderland, overal zag je feestjes
zag je uitingen, roze uitingen. En dat was geweldig. Dus het is altijd heel mooi voor de PSV. Kijken we nog heel veel plezier op terug. Maar je doet het natuurlijk inderdaad niet alleen maar voor die, zeg maar die dagen dat ze hier zijn. Natuurlijk brengt dat allemaal dingen teweeg. Hè. Ik heb ook met heel veel plezier afgelopen jaar naar de Giro zitten kijken. En dat is bijzonder spannend als je voor de televisie zit en dan die laatste tijdrit ziet. Nou, dat soort dingen, dat is heel mooi. Maar wat belangrijk is, dat er gewoon iets van overblijft. En dit is hier een heel mooi voorbeeld van. Ik vind dat de gemeente Bergendal daar ook een compliment voor verdient. Dat jullie het echt ook hebben opgepakt om te zeggen van nee, het is niet alleen die 2-3 dagen dat ze hier zijn, maar we willen daar iets moois van maken, iets blijvends van maken. Nou, dat is inderdaad door die route die jullie hebben geïnformeerd, wat ook aantrekkelijkheid heeft. En dat is natuurlijk zo'n mooi selfiebord hier. Met Maarten Salim die dat is mooi. Het staat op een geweldig mooi punt natuurlijk. Over 3 weken komen hier verschrikkelijk veel mensen langs. 40.000, 50.000 mensen komen hier langs. Maar het blijft hier staan. En ik denk dat dit een hele mooie payoff, een heel mooie legacy, om met mooie woorden te spreken, een mooie legacy is van de Giro. En ik ben daar bijzonder blij mee. Dank u wel voor de gelegenheid dat ik hier aanwezig kon zijn. Ik heb inderdaad iets geschoven in mijn agenda. Ik ga zo meteen snel weer naar Arnhem. Maar fijn dat ik hierbij aanwezig kon zijn en ik wens jullie heel veel plezier. Dank u wel. Dank u wel, meneer Martin, dat u nog even wilt.